Dag dames en heren, een hele goede avond en welkom bij Backstage. Dorien Zieleman staat bij mij. Zij is van de PR en marketingafdeling van Orpheus. Dat zeg ik toch goed zo, Dorien? Dat zeg je helemaal goed. Ja, klopt. Nou, Dr. Doolittle, 1, 2, 3 april hier in Orpheus. En bij sommige voorstellingen gaan jullie altijd iets spectaculairs bedenken, hè? Ja, nou ja, spectaculairs. Bij een aantal voorstellingen organiseren wij altijd wat iets extra's. Onder het mom eigenlijk, Orpheus maakt de rode lopen roder. En dat is ook bij Dr. Doolittle het geval. Maar ik vind wat jullie nu gaan doen, vind ik wel bijzonder spectaculair eigenlijk. Dit is wel spectaculair, dat klopt. Ja. Nee, want wat gaat er gebeuren? Nou, wij organiseren op zaterdag 2 april een rolstoelrace. Hier bij ons in de foyer. Het is in de gedachte van het vervoer van de dokter. Nou ja, goed, die vervoert zich natuurlijk niet alleen maar in de rolstoel, maar het past er wel bij. We zetten een heel uitdagend parcours neer. En kinderen kunnen vanaf 6 uur komen racen bij ons. En voor degene met de snelste tijd hebben we natuurlijk een ontzettend leuke prijs. Ja, maar het lijkt me nog niet makkelijk om in zo'n rolstoel je voor te bewegen. Nee, ik denk ook inderdaad dat het wel gaat tegenvallen. Maar goed, ja, dat maakt het alleen maar spannender. Dus, ja, en de voorstelling van Dr. Doolittle is 6+. En voor die rolstoelraces, hoe oud mogen kinderen dan zijn? Of maakt dat niet uit? Dat maakt niet uit. Het is van 2 tot 99, laten we het zo zeggen. Nee, het is iedereen mag meedoen. En opgeven hoeft niet. Het begint om 6 uur. Wat zijn die leuke prijzen dan? Nou, daar kan ik wel alvast wat van verklappen. Dat zijn in ieder geval 6 vrijkaarten voor de Dr. Doolittle dag in Safari Park de Beekse Bergen. Wanneer is dat? Weet je dat? Ja, dat is op zondag 10 april. Is daar een speciale Dr. Doolittle dag. En daar kunnen wij de winnaar 6 kaartjes voor geven. Zouden die acteurs daar ook allemaal zijn, denk je dan? Dat weet ik eigenlijk niet. Nee, durf ik niet te zeggen. Het is een soort fanclubdag, moet je het zo zien? Ja, volgens mij wel. Het is de Beekse Bergen omgetoverd in Dr. Doolittle sferen. Dus ja, ik vind het zelf ook heel spannend wat het zal zijn. Maar, nou, leuk zeg. Leuk bedacht. Ja, ontzettend. Ja. En noem nog 1 keer wanneer, hoe laat? En, Dat is op zaterdag 2 april. Om 7 uur begint de voorstelling en om 6 uur begint de rolstoelrace. Dus opgeven hoeft niet. Gewoon kom lekker naar de foyer en het parcours staat klaar en race maar. Als ik kan moeilijk leren tikken diefs. Lijkt me moeilijk, maar ik heb een hele mooie stem. Vanavond heb ik een afspraak met Roy Kulik. Hij is op dit moment drukdoende met de beestachtig leuke familiemusical Dr. Doolittle. Roy, welkom in Backstage. Ja, leuk dat je even tijd vrijmaakte, want jullie staan nou volgens mij 6 dagen op het podium met Dr. Doolittle. En dit is je vrije dag en dan kom je toch zo eventjes naar Apeldoorn. Dat vind ik heel bijzonder. Nou, graag gedaan. Nee, ja, ik kwam graag even hier in Orpheus langs. Ja, want in december is Dr. Doolittle in première gegaan, hè? Daar gaan we het zo nog even over hebben. Ik wil eerst even met jou terug in jouw carrière, zeg maar. Hoe ben jij ooit begonnen? Waar komt die virus voor de musicals vandaan bij jou? Nou, dat voor musicals, dat is begonnen op het Nederlands Kindertheater. En daar ben ik terechtgekomen omdat ik als 12-jarig jongetje had besloten dat ik acteur wilde worden. Ik zat op een warme zomerdag balend in de caravan naar de tv te kijken. Want mijn beste vriend, die een jaartje ouder was, die had de meisjes ontdekt. En ik had dus niemand meer om mee te voetballen en te vissen en mee te zwemmen. En ik zat daar een beetje te balen en ik zag de Snip en Snap revue voorbij komen. En ik heb echt, ondanks dat ik zo aan het balen was, heb ik van de bank afgerold van het lachen. En toen had ik besloten, dat wil ik ook. Ik wil iets met Snip en Snap of zo, zoiets. Nou, ik wil ook performen, optreden, mensen eventjes alles laten vergeten en meenemen naar een andere wereld. En toen je dat zag, Snip en Snap, en het was afgelopen, ben jij toen gaan staan zo van in je uppie van om het na te doen? Hoe ging dat dan?
Nou, ja, dingen nadoen, dat heb ik ook altijd wel gedaan al als kind. En dan ga je dansjes nadoen of je gaat sketches nadoen. En ja, tot er op een gegeven moment een kennis bij ons op visite kwam die zei van joh, je moet eens auditie gaan doen bij het Nederlands Kindertheater. Dan kan je gewoon les krijgen in zang, spel en dans. Dus dat heb ik gedaan en daar is mijn carrière begonnen. En hoe oud was je toen je daar kwam? Ik ben daar begonnen toen ik 14 was. En dus vanaf mijn 15e kwam ik bij de spelersgroep en wij speelden een musical ergens in het land elk weekend. Dus vanaf mijn 15e sta ik minimaal elke week op toneel. En dansen, dat leer je daar ook op de NKT? NKT, het Nederlands Kindertheater. Ja, dat we krijgen daar gewoon les in zang, spel en dans. En later natuurlijk privé zanglessen gaan nemen, omdat toen de baard eenmaal uit mijn keel was, toen bleek dat ik dat ook nog wel kon. Dus ja, zo is de balletje een beetje gaan rollen. En van wie heb je zangles gehad dan? Onder andere van Marieke Lansen en Lisa Boré. En ik zou eigenlijk naar het conservatorium gaan in Alkmaar om daar een musicalopleiding te gaan doen. Maar toen was ik al aangenomen voor Miss Saigon, wat toen speelde in het Circus Theater in Scheveningen. En daar heb ik dus mijn eerste betaalde stappen op het toneel gezet. Kerkleerglazen nodig. Dus je bent gewoon kindertoneel gaan doen en toen gelijk Miss Saigon eigenlijk? Ja, dat klopt. Dus je hebt verder geen opleiding meer gedaan? Je wordt gewoon overal, weet jij, voor gevraagd dan? Nou, gevraagd niet. Je moet gewoon auditie doen. En dat is elk jaar of elk half jaar weer een heel erg gevecht. Maar ja, je hoeft niet per se een opleiding te hebben om carrière te kunnen maken. Je bent gewoon een natuurtalent. Nou, ik heb op het NKT wel heel veel geleerd hoor. En ja, de meeste dingen leer je ook gewoon door te doen. Ja, musicals speel jij in en maar toneelvoorstellingen, dat trek jou niet zo op in het theater? Jij wil wel dansen en zingen erbij? Nou, kijk, daar ligt misschien gewoon het grootste stuk van mijn talent is dat ik en goed kan bewegen en dat ik kan zingen. Dus dan kom je automatisch bij musicals terecht. Maar ik zou geen nee zeggen tegen een serieus toneelstuk. Absoluut niet. Nee, en dan de musicals. Waar heb jij zoal in gespeeld? Waar kennen we jou van? Waar men mij van kan kennen? Ik ben vaak understudy geweest van bepaalde hoofdrollen. Dus als je bij The Wiz bent geweest, zou het heel goed kunnen dat je mij als The Wiz hebt gezien. Ik was understudy van Stanley Burleson in Evita. Dus ik heb ook heel veel voorstellingen als Che gespeeld. Hier ook, als het goed is, in Orpheus. Met Footloose, daar hebben we heel veel succes gehad en daar speelde ik Willard. Dus de meeste mensen die zullen mij daarvan herkennen. En ja, dan nu in Dr. Doolittle. Hoe is het om met die kinderen te spelen? Ja, met de kinderen spelen is echt een feestje. Omdat de kinderen natuurlijk gewoon naar school moesten en wij fulltime aan het repeteren waren de kinderen er niet altijd bij. En ja, dan had ik ook heel weinig te doen. Dat waren voor mij niet de leuke uurtjes. Pas als de kinderen 's middags kwamen of op een woensdagmiddag, dat ze er de hele middag zijn, dan werd het voor mij een stuk leuker. En Edwin Rutte en kinderen, ja, dat is natuurlijk zo klaar als een klontje. 1 en 1 is 2, ja. Ken jij hem nog van ome Willem? Ja, uiteraard. Ik heb als kleine geitenbreier zat ik wekelijks voor de buis. Ja, en hoe is het nu om met hem te spelen dan? Hoe vind je dat? Ja, dat is heel apart natuurlijk. Ik merkte bij mezelf toen met de eerste repetities dat zodra als Edwin begon te praten, dan ga je automatisch in een soort van... Riep jij broodje poep? Nou, nee, dat nog niet. Volgens mij werd dat thuis niet helemaal geaccepteerd om dat mee te roepen. Nee, maar je gaat automatisch ga je zitten en luisteren naar die man. Die man heeft zo'n charismatische stem. Ja. Ja, dat blijft altijd aan hem kleven. Hè? Ja, dat vindt hij ook niet erg hoor. Nee. Vier voorstellingen per dag. We hebben een probleem. In december is Dr. Doolittle in première gegaan. Jullie staan 1, 2, 3 april hier in Orpheus. Dat is de laatste voorstelling hier, hè? Ja, dan is het alweer voorbij. Jammer zeg. Kun jij in het kort even vertellen waar Dr. Doolittle over gaat? Dr. Doolittle, het verhaal speelt zich af halverwege de 19e eeuw in Engeland. Voor het grootste deel in het plaatsje Puddleby. Het verhaal gaat over een dokter die heel erg goed met dieren kan communiceren. Hij heeft leren praten met dieren van zijn papegaai. Die is al 200 jaar oud en spreekt natuurlijk de mensentaal en heeft hem zodoende ook verschillende dierentalen aangeleerd. Hoe heet hij ook alweer, die papegaai? De papegaai heet Polynesia, gespeeld door Melise de Winter. En ja, de dokter is zogezegd wel heel erg goed met dieren, maar met mensen is hij niet zo sterk. Ik speel de rol van Matthew Mugg, de vissenverkoper.
En volgens mij ben ik de enige mens waar de dokter goed mee op kan schieten. Niet in de laatste plaats omdat Matthew Mark nogal makkelijk in de omgang is, omdat hij graag een neutje drinkt als zoals het een echte ier betaamt. Jij bent echt een vriend van Dr. Doolittle dan? Ja, ik ben een van zijn weinige mensenvrienden. Later komt daar nog een mensenvriend bij, maar die relatie met Emma Fairfax, gespeeld door Alexandra Alvenaar, die begint, op zijn zacht gezegd, nogal moeizaam. En het decor is ook heel bijzonder, hè? Kan je daar iets over zeggen? Ja, ik krijg van mijn gasten altijd heel veel complimenten over het decor. Heel kleurrijk? Ja, het is een hele rijke omgeving die er wordt geschapen. Het huis van Dr. Doolittle, het interieur is fantastisch mooi gemaakt. En ja, daar kan je zo een half uur naar kijken zonder dat er iets gezegd wordt. En daar kan je altijd weer nieuwe dingen in ontdekken. En hoe wordt dat gedaan met die poppen? Die zitten, en dat gaat met touwen, is dat echt de poppenspeler die dat doet of niet? Nou, alle acteurs op toneel zijn gewoon zijn musical acteurs. Ze zijn allemaal zangers en dansers ook. Degene die de poppen heeft gemaakt, een echte poppenspeler, die heeft onze mensen dan weer geleerd hoe ze met de poppen moeten omgaan. Want ja, de dokter Doolittle kan met dieren praten, dus er moeten heel veel dieren in. Nou, en die kom je ook absoluut tegen. Ken je de taal van Dr. Doolittle al een beetje? De taal van Dr. Doolittle? Nou, gelukkig spreekt Dr. Doolittle dezelfde taal als ik. En soms als hij dan in het zeehonds begint, dan kan ik hem niet helemaal volgen. Maar dat ik vertrouw er maar op dat het goed komt. Er zijn prachtige plaatsen, zo verregaand, ver hier vandaan. Zeven Guiche, ze willen meteen naar Frankrijk. Er zijn prachtige steden met prachtige pleinen. Veel interessanter dan hete woestijnen. Prachtige plekken, dus laat ons vertrekken, ja laat ons. Hoe groot is de cast van deze musical, zeg maar? Volgens mij staan we met ongeveer een mannetje of 15 op toneel. En hoeveel kinderen doen er mee? We hebben per voorstelling hebben we 2 kinderen, een jongen en een meisje. Spelen een broer en zus. Daar hebben we natuurlijk meer koppeltjes van. We hebben in totaal 5 koppeltjes met kinderen die beurteling spelen. En heb jij gelijk ja gezegd? En jij zegt ik moest auditie doen, maar waarom heb je dat gedaan? Leek dit jou echt fantastisch, deze musical? Ja, door de audities heen wordt je natuurlijk al duidelijk wat er ongeveer van je gevraagd wordt. En De liedjes die ik voor de auditie moest zingen waren al heel erg mooi. En ik moest ook qua dansen werd er veel van me gevraagd. En ik heb natuurlijk ook de film waar deze musical min of meer op gebaseerd is. De film uit 1969 heb ik ook bekeken. En ja, daarin kon ik toch wel zien dat Matthew toch wel een hele mooie rol was om te spelen. Mijn vriend de dokter zegt de sterren zijn het ijspaleis. Eén, twee en 3 april hier in Orpheus natuurlijk. Wat zijn jouw plannen na Dr. Doolittle? Nou, ik ben nog volop aan het auditeren voor volgend seizoen. Dus dat is nog niet helemaal duidelijk. Nee, en ik kom nog even terug op wat jij allemaal al gedaan hebt. Jij hebt ook ooit eens in Onderweg naar Morgen gespeeld in die soapserie. En is het voor jou een wens om bijvoorbeeld een keer in een film te spelen of in een andere serie nog? Ja, absoluut. Ik zou zeker wel wat meer voor de camera willen doen. Ook omdat ik daar nog niet zo heel erg veel ervaring in heb. En ik denk dat je daar als acteur toch wel heel veel van kan leren. En in wat voor soort serie of film zit je dan te denken? Nou, we hadden het net bijvoorbeeld al eventjes over Flikken. Dat zijn toch wel hele mooie originele Nederlandse producten, ja. Nou, wie weet waar wij jou eens een keer weer zien. Ja, daarom. Nou, zeg, ik wil je hartelijk danken voor je komst hier naar Apeldoorn. En ik wens jullie heel veel succes vrijdag, zaterdag en zondag 1, 2 en 3 april hier in Orpheus. Dankjewel. Dankjewel. Wanneer kom jij kijken? 3 dagen. Alle 3 de dagen? Nou, fantastisch. Zo mag ik doen. Oké. Dames en heren en jongens en meisjes natuurlijk. Ik zou zeggen, ja, kom naar Orpheus. Bel eventjes met het bespreekbureau voor de kaarten 0900-123-0123. Of kijk even op www.orpheus.nl. Ja, dit was Backstage voor nu. Ik wens u nog een hele fijne avond. Bedankt voor het kijken en tot een volgende keer. Dag! Dag!